Goedenavond. De hele dag is het in de Duitse stad Solingen onrustig geweest. Er waren botsingen tussen de politie en demonstranten voor het uitgebrande huis waarin twee Turkse vrouwen en drie kinderen waren omgekomen. De Duitse justitie denkt de brandstichter te hebben gepakt. Het is een 16-jarige jongen. Ik heb heute dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof einen Jugendlichen zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt. Der Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen wegen fünffachen Mordes und 15-fachen Mordversuches. Der Jugendliche befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. De bekendmaking van deze eerste arrestatie kon niet voorkomen dat er op dit moment weer heftig wordt gedemonstreerd in Solingen. Een grote menigte mensen, Turken en Duitsers, verzamelt zich voor het uitgebrande huis in de Untere Wernerstraße. De politie moest hard ingrijpen om te voorkomen dat de woedende menigte de afsperring zou doorbreken die voor het pand is opgetrokken. Er werd gegooid met stenen en flessen en er werd geslagen en de woede bij de demonstranten was groot. De politie die massaal aanwezig was, die was voorbereid op nieuwe rellen, arresteerde enkele demonstranten. Vanaf vanmiddag al werden alle toegangswegen naar Solingen door de politie streng gecontroleerd, omdat vanuit heel Duitsland demonstranten naar Solingen onderweg zouden zijn. De Turkse autoriteiten, de ambassadeur in Duitsland, maar ook de lokale Turkse leiders, proberen de woede te kanaliseren en waarschuwen voor nieuwe uitbarstingen van geweld. Bij veel Turkse jongeren is de maat vol en wordt geroepen om wraak. Ondanks de vermanende woorden van alle kanten. Zij willen het heft in eigen hand nemen. De nieuwe landskampioen is Feyenoord voor het eerst weer in 9 jaar. De Rotterdammers trakteerden de FC Groningen in het Oosterpark op een 5-0 nederlaag. Op de Coolsingel in Rotterdam werd het succes van Feyenoord groots gevierd. Om 19:30 keerde het Feyenoord elftal terug op vertrouwde bodem, vliegveld 16-Hoven. De spelers hadden het vliegtuig genomen om zo snel mogelijk bij de supporters op de Coolsingel te komen. Ook op 16-Hoven stonden al 10.000 supporters. Straks zijn we weggegaan bij Eelde, stond het ook zo druk. En het is gewoon fantastisch om dat mee te maken natuurlijk. Met bussen ging het elftal daarna naar de Coolsingel. Daar werd Feyenoord opgewacht door minstens 70.000 supporters. Maar het kunnen er ook 100.000 geweest zijn. En eindelijk, om 19:15, was het zover. Voor het eerst sinds 1984 kon Feyenoord de kampioenschaal tonen. Dat het een kampioenschap is van iedereen die bij Feyenoord betrokken is. Vanaf het kantoor tot de mensen die wassen, die voor ons zorgen, onze spullen verzorgen. Trainers, de TD, voorzitter, bestuur, de spelers natuurlijk. Ik denk dat ze nu het helemaal gaan maken. Ze komen weer helemaal terug, heel Feyenoord. Ja. Het feest zal hier waarschijnlijk tot ver in de nacht duren. Een aantal cafés mag in elk geval open blijven. Waalwijk weert zich tegen een mogelijke rupsenplaag, een heel onaangename nog wel, de processierups. Deze soort kwam al enige tijd niet meer voor in Nederland, maar heeft zich nu in grote getale genesteld in een recreatiepark in Waalwijk. Het hinderlijke van de processierups schuilt in zijn brandharen in de cocon. Die vallen gemakkelijk af en zorgen bij aanraking met de huid voor lastige jeuk en uitslag. Maar ze kunnen ook wel degelijk gevaarlijk zijn. Nou, de brandharen die op de rups zitten, dus, dat zijn van die grijze haren, dat zal in de beelden wel naar voren komen. Die zijn dus vrij irritant op de huid, maar vooral als men die in de ogen krijgt, als dat in ernstige mate kan dat tot blindheid leiden. Dus vandaar de bezorgdheid van ons. Met informatieformulieren waarschuwt de gemeente Waalwijk de bezoekers van het recreatiepark. Het plaatselijke ziekenhuis is wel veel gebeld door bezorgde dagjesmensen, maar patiënten hebben zich daar niet gemeld. In Centraal Bosnië, bij de stad Vites, zijn 3 Italiaanse vrachtwagenchauffeurs doodgeschoten door mannen in Bosnische militaire uniformen. De voedselvoorraden die de vrachtwagens transporteerden werden geroofd door de bende, een bende die uit 30 leden bestaat. De Italianen waren met z'n 5. 2 van hen hebben de schietpartij overleefd en hebben over het drama verslag gedaan. We eindigen met het weer, wolkenvelden en in de nacht en ochtend mogelijk wat motregen. In de namiddag af en toe zon, middagtemperatuur ongeveer 20 graden. Een van onze laatste nieuwsuitzendingen is rond 12:50 op Nederland 1. Tot ziens.